Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Techno RC. Sway Bars voor de Trexxas Erevo van Techno RC. Een Amerikaanse RC-fabrikant geliefd en bekend door zijn talloze kits, upgrades en accessoires voor vrijwel elke populaire RC-wagen die er is. Voor deze RCblog.nl video hebben we een setje Sway Bars van Techno gekregen. De TKR 1013 Sway Bar Kit voor Revo. In dit zakje zit alles wat je nodig hebt. En om even uit te leggen wat sway bars dan precies zijn, in het Nederlands zou je ze anti-rolbalken noemen. Balken die anti-rol zijn dus, en dus het rollen van de auto tegen moeten gaan. De term body roll zegt je namelijk vast wel wat. Oké, even een demonstratie. Je komt aanscheuren en draait aan je stuurwiel. Juist, valt er nog meer uit te leggen? Anders dan dat het super irritant is en dat je je auto steeds moet gaan omdraaien. Waarom film je dat? Omdat het kan. Dan gaat het altijd mis. I know this. Zijwaartse krachten zorgen voor body roll. De wielen komen omhoog en onder de belasting van het gewicht rolt je auto dus omver. Tijd dus voor sway bars. Als we dat even visualiseren. Dit is je Trexxas Revo of E-Revo van voren gezien. De schokdempers zie je in het blauw en deze zijn uiteraard verbonden met de wielen. Nu voegen we in het rood de swaybar toe. De swaybar verbindt beide wielen via een assemblage op de schokdempers. Als de G-krachten nu tijdens een bocht op snelheid één wiel omhoog doen komen, dan zorgt de swaybar, omdat die beide wielen dus verbindt, ervoor dat het andere wiel ook mee omhoog wil. En dit zorgt er dus tegelijk weer voor dat het eerste wiel dus weer naar beneden wil. En dat heeft als resultaat dat je tijdens snelle races veel betere stabiliteit en prestaties in de snelle bochten onder de vingers krijgt. In een race is het natuurlijk rete belangrijk dat je zonder tijdverlies scherp door de bocht kan en dan kan je het er zeker niet gebruiken dat je auto steeds op zijn dakje ligt. De swaybars zorgen er uiteraard wel gewoon voor dat de normale veerweg van de auto verder intact blijft en we kijken nu wel naar de voorkant van de auto, maar je zult begrijpen dat ook de achterwielen van een swaybar montage zijn voorzien. De Techno RC Swaybar Kit dus. Techno levert drie sterktes mee. Goudkleurige bars, minst stevig, meer flex, dus minder anti-rolwerking. Zilver, medium stevigheid, wordt aangeraden als de beste all-around oplossing. En zwart, stijfste bars voor zware anti-rolwerking, maar dus ook minder onafhankelijke schokdemping. Een duidelijke instructiegids legt verder uit voor welke omstandigheden je welke sterkte of diameter swaybar kunt gebruiken en de getekende instructies zorgen voor een makkelijke montage van de kit. En eenmaal geplaatst, Techno RC Swaybars voor en Techno RC Swaybars achter. De armpjes zitten dus vast aan de rockers van de schokdempers en ontmoeten elkaar aan de swaybar, in ons geval hier de zilverkleurige medium sterkte. Als we dus één wiel optillen, dan beperkt de swaybar hier dus de rol over en je merkt ook direct dat dit wiel helemaal niet zoveel omhoog kan als de ander nog op de grond staat. En precies datzelfde geldt dus allemaal ook voor de achterkant. En tot zover de droge theorie. Tijd voor de praktijk. We laden onze Erevo Brushless Edition met deze verse en zeer gewillige 2 en 3 cellen lipo's van onze grote vriend van lipoaccu.eu. Sowieso knallers van aanraders voor als je briljante kwaliteit packs wil hebben voor bizar scherpe prijsjes. Eens kijken of droog asfalt en deze packs onze met swaybars uitgeruste Erevo omver kunnen krijgen.
Nou, je hebt dus direct door dat je met sway-bars rijdt. Op momenten waarvan je echt 100% zeker wist dat de truck om had moeten vallen, gebeurt dat dus niet. Precies dit jaar. Hij maakt op zo'n moment een soort van powerslide nu. Met een beetje goede stuuroefening ontsnap je dus pijlsnel uit zo'n bocht nu. Iedere rijder zal kunnen onderstrepen dat swaybars inderdaad een hulpmiddel voor trackracers zijn. Maar offroadliefhebbers niet getreurd, wij merkten qua handling voorlopig geen problemen op het ruige terrein. Voor ons in ieder geval duidelijk nu, swaybars zijn een verademing als het om race-stabiliteit gaat. Je durft ineens wat makkelijker met je stuur om te gaan, gewoon terwijl je nog op snelheid bent. Tja, het is ook niet gek toch, dat professionele trackracers al eeuwen met swaybars rijden? Als jouw Erevo vaker op het asfalt dan op het bouwterrein te vinden is, dan zijn die Techno RC swaybars zeker het overwegen waard. We zouden zeggen, probeer ze gewoon zelf eens. Wereld van verschil dit. Meer info over de Techno Swaybar Kit voor de Erevo vind je uiteraard op technorc.com. Wij van rcblog.nl bedanken Techno voor het toezenden van de kit en we bedanken ook jou voor het kijken van deze video natuurlijk. Abonneer je op dit YouTube kanaal en blijf op de hoogte van onze komende items. Word onze fan op Facebook voor de nieuwtjes en bezoek ons ook eens rechtstreeks op rcblog.nl.